Intro, intro, en het was Vlaams samen met een behunstek of een entree. Yo, gasten, Stefan, kom in een nieuwe vlog en we gaan hier een keer met een dak wassen. En jawel, gasten, kijk, Stef, goed nieuws. We gaan weer even voor inzetten. Ik ken Olsan en een carburateur. We zien nog Olsan aan het trien met die injectie. En we hebben een breuken gedaan, dus lang maak ik geen breuken, ga ik geen carburateur aanschaffen. Voilà, hè. We gaan er aan beginnen, hè. Tot ze bitte. Hier plakje. Ah ja, we gaan weer beginnen met een keer laten sproeien. Hier zit Marcel met een beetje zeep en een spoolstof, staat hij er ook over gereed. Allee, dan moet je een doekbril aan, we gaan er aan beginnen, hè. Kijk hier ze, Lubas, kom. Lubas. Ik weet niet of de Lubas in beeld is, maar de Lubas is ook altijd met mijn dakste kussen. Lubas. Allee, kom ik er hier vinden, dat is voor de YouTube. Hé, hey, kijk daar. Allee. Daar, kijk. Kijk maar naar dat vogeltje. Allee. Ja, gasten, je is hier helemaal zijn. Je hebt dat zijn kind, maar je loopt weer even zijn stappen voor. Je is helemaal nat gemaakt en gedaan. Moet ik het tasten? Oeh, je is goed nat, gasten. Nesse. Nu met zeep. Ah ja, ik ga het daar weer aan pijn. De spons en een beetje zeep. Oh la la, dat wordt er warm, zullen we? En ik heb goed dat stof mee, ja. Oh, toen ik veel air daar stof en vullen eet dan, moment niet toch. Ja, en moet ik wel zeggen, gasten, ik amuseer ik het nu met mijn dax. Ik gebruik hem niet zo heel veel, ik gebruik hem eigenlijk alleen maar voor naar mijn werk mee te rijden. Maar iedere keer dat ik erop zit, is ik eigenlijk wel aan het lachen. Ah ja, eigenlijk is dat uw macht. Oh, ik weet wel, het is net nog eens een hele dax. Maar dat is zo, ja. Dat deed toch van vroeger mee, vind ik. Dat is zo, ja. Een dax. Ah ja. Moest ik ooit een keer halen en dit, weet ik veel te veel in. Zoek me wel nog een echte Honda dax aanschaffen. Ja, dat is chique. Toen hier rond met een echte Honda. Maar ik zei, oh, dat is hier eigenlijk maar voor naar mijn werk mee te tjongen. Nee, oh, dat je ook hele dag rennen of herrennen. Zelfs door de sneeuw ik eromheen gereden. Oh, met een echte Honda zou ik dat dan weer niet doen. Omdat dat jammer is, versta je? Maar ja, let wat je er ook wel wit gasten. Het is eerst hier met een dakstrie. En het passeer ik er overal. Hier en daar ook wel een kind die was neus maakt, omdat het te veel lawaai maakt. Maar weet je wat ik daarmee doe, hé? Trek ik er niet van aan, kind gaat nog iets meer gaan zijn. Ja, ja. Hela, hela, hela. En je dat ook gehad dat je zo'n twist passeren dat je allemaal dulle mensen had die dul waren op je omdat je een dak zoveel lawaai maakt en bla bla bla. Ah, ik vind dat ook zeer, hé. Wat verzet toch? Wat is ik aan het doen, hé, gasten, man, met Jari. Hier zijn ze zanten. Ik kreeg ook enorm veel de vragen op Instagram van, yo, Arne, wat banden maakt hij zat, ik weet het niet. En dan staat je erbij staan, heb je. 2012, ja, dat zou dat niet zijn, zeest. Hier zijn, hier staat dat. Ja, goed, zwart. Ik ga het dus even wel nog even voorlezen. Hè. Of moet ik kijken naar de video waar dat mijn baan legt. Dat gaan we naar voren in dag. Maar dat is er ook wel nog wit. Kijk, een accident gaat niet. Ja, ja. Dat kan ook wel een keer gebeuren, hè, gasten. Alle chance dat ik hier nog sta, hè, joh. Moet ik pijn? Kijk, ik ga 50 tegen de muur gekeeld. Dat is niet alles, hè. En zijn er ook velen die vragen van ja, Arne, ga je een brommer opdreden, bla bla bla. Hern. Stif Hern zou je dat 110, 120 meer in. Hé, en mama bouwen dat carburateur en ja, heug heel allemaal bouwen. Je zou in de lucht van 80 cc blok drillen. Waarom niet, hè? Want het is wel fijn dat je toen het wat tegenkomt, hé. Of hij toen tegenkomt zit van de politie en zo nu een brommerke. Oh, ik weet wel, bestaat als een ding stekt dat erin en je trekt dat weer uit en hopla, ze kunt het nooit vinden. Totdat er wat serieus gaat gebeuren, gast. Op het moment dat er wat serieus gaat gebeuren, en dan zou ze bloem zoeken, hé. Allee, overal stoten de maat van ik. Wat een daks, hé. Oh, een heel lippe dreven gedaan. Hé, chic spel, maat. Dat spel heet onder dan 10, hé. En ja, al een keer, jij is aan het trien, ik weet niet wel. Ja, wat gebeurt er? Passeer een combi, net verstaan. Dat is shit, en je trekt dat, ik weet niet wat dat noemt, een fiche, je trekt dat eruit. Hup, bus. Rek begrensd naar 50, ja. Die politie zet hem aan de kant, ja, ja,
Het is voor ik het kijk nog zeer dat hij aan het lien was. En ze zetten hem op de rol, ze zetten hem op de rol en hoe rapper het nog 50. Maar ja, ze zijn normaal juist, moet net aan onder en 10. Ze hebben gezocht naar, ah ja, hij is een brommer kut hier. Zo simpel is dat hier. Je moet dat ook niet opdrukken. Wil je met wat rappers erin en wacht tot je voor je 125 aanhaalt. Ik zeg, ik zou nog geen opdrukken, eigenlijk. Stief geen, maar ja. Ah. Een beetje als een kontje vrienden, hé? Als een kontje en als een bijl. Mooi jongens toch, mooi jongens. Dat jij het heren, hè? Moeilijke keer, gasten. Skum druppelt er rustig op. Ah, oh, chic hé. En kijk al dat wit hier op de vloer. Ah, oh, machten. En nu is dit voor hem weer op te sproeien, je gasten. Ola, dat was buiten aan de gebeurs. Nou, hier is, ik kan die cel aan de kant zetten. Daarmee zit ik nog met mijn hand in de cel. En voilà, je hebt heel opgespoeld en gedaan. Weet je wat we er nu aan doen? Hem afdrogen. Ja. En ik ga je er eerst eens uit afdrogen. Maar ja, ik heb bewijs die. Als ik eerst bovenste afdrogen, water zakt naar beneden. Hey, daarvoor moest je dit en voor dat te weten, die gasten. En maar ja, als ik eerst de bovenkant heel afdrogen, en toen kan dat water, het kan dan niet meer nat komen. Nee. Oh. Dat is wat ik wilde zeggen. Het zijn veel slimmere gasten tussen dan ik. Ja, bla. Vind toch, maar vind toch. Ja, weer de blink, mijn gasten. En je er al zo van die avontuurtjes met in een dak, dat je zo eigenlijk pees van op, verdedigd, dat ga ik het nooit meer vergeten. Als je er zo'n avontuurtje zijn, ja, wat? Moet je er al rustig door zijn. Maar niet op Instagram mee, ja. Allee, kijk dan met mijn daks tegen de muur gekletst. Dat had ik echt nooit vergeten. Dat is ondertussen nog mijn tweede daks, hé. Met de eerste daks, ik zei het. Ja, en hoeveel kilometer stond het in? Je had er zeker in 300. Zeker niet. Bij je 250, 270 maximum. Ah ja, patjaas tegen de muur, hé. Ja. Jammer maar, helaas. En toen heb ik in de ene kocht, zei Jackie. Jackie, de daks van Jack Daniels. Oh wel. En vragen dat ik kreeg voor die afmeting van die steers. Maar gasten, hoe kun je aan mij? Kijk, dat bestelde op een website, die steers laat bedrukken. En zoals er toevallig zijn steers van Jack Daniels. Ik zei, oh, voor die idee over heb ik een daks. Hela, als ik kon uitkomen met dat brun. En er stonden ook heel veel andere dingen net. Ja, ik stond er nog allemaal in. Wel, zwart, stief veel andere steers. Maar dat is een andere afmeting, mee gasten. Als je er een steer vandaan wil bestellen, ga je er moeten zelf. Ik heb dat dan gedaan met een meetlatje tegen de computer en dan zo. Gemeten en gedaan, ja, goed, zwart. Serieus lopen toen, er is zeker een gemakkelijkere manier. Of je bestelt er gewoon een paar en zien we wat dat arriveert. Ik wou niet dat het zoveel kost eigenlijk. En wat tanken je er eigenlijk met een daks? Weet je wat ik tank he? Hier tussen. Ah ja, ik tank niet eerder dan af te pompen met mijn daks. Nee, ik ga ook gewoon naar af te pompen met mijn auto en ik vul daar een jerrykanneke. Kent al die jerrykannen gasten? Als dat toch gevuld is, ga ik toen daarmee naar huis. En toen vul ik met die jerrykannen de gasmachine en mijn brommeren. Het zijn al twee met je gasmachine, als je het even gaat overeen zijn met mijn brommeren. Is juist de gekust, hé. Ja, ik zeg, je kunt er echt aan bloem drogen. He. Ik heb er nog nooit een afdrogen dat ik zei van nee. Nu is het volledig drogen. Goed, zwart, weet je wat we nu gaan doen? Zeg? Het water er een keer uitblazen. Ja, ik wil hier stoer die sluis over mijn schoen, is niet net mijn zak weg. Ja. We gaan het water er een keer uitblazen. Hier, zeg, de sleutel zit hier in mijn zak.
En nu moet je goed kijken, gasten. Ja, dan gaan we aan starten, dan gaat dat schik zijn. Hè. Hopla. Oh ja, mijn kickstamper zit hier al uit. Ik ga dat de vestje daar eens eerst. Allee, moet je er vast, hè? Ja, verder kon je zien, we was hem te roken. En weet je dat dat komt? Ah ja, door hier, die rap daarover. Doordat dat daarover heeft, kruipt dat water in. En doordat mijn sargebus warmer komt, wil dat water weg. Maar dat kan niet weg. En dat begint te roken, hè, gasten. Nee, laten we verder gaan zien, is het nu wel nog redelijk nat. Ik ga hem nog voor het afdrogen. Maar ik kan dat niet met toe, maar goed, het is ook maar afdrogen, hè, gasten. Dus bij deze gaan we hier de vlog afsluiten. Stefan, bedankt weer voor het kijken en ja, het is toch mij ervan genoten net, hé. En pijs ik wel dat er weer zo'n noten van een keer lawaai te worden, hé. By the way, die SARS-bus dat is een Capspeed GP1 Euro 4. Kijk, wat je er kan zien, dat is hier, ik ga je er nu niet aankomen want dat is warm, hé. Dat is hier met de Lambda Sonde erin. Dat is eigenlijk ook dat ze moeten zijn, want ik heb al gehoord, als je zonder Lambda Sonde rit, dat uit, dat al van eigen is, maar dat je daarmee een klep mag verbranden. Dus ik heb heel gemakkelijk dat erin kostte. Allee, Stef, goed. Tot de laatste keer en bedankt voor het kijken. Yo!